Behoorlijk. Ander nieuws. Verdrietig nieuws voor minister Rob Jetten en zijn partner Sjoerd. Jij weet hier meer over, Guido? Ja, wij brachten daar gisteren in Story een verhaal over dat ze uit elkaar zijn. En dat is best opvallend, want als er nou één koppel was, ook in de politiek, want ze waren allebei binnen D66 ook erg actief, dan waren zij het wel, hè, redelijk ook veel op sociale media. Maar het is inderdaad, sinds eerder dit jaar is het voorbij. Rob heeft het aardig stil kunnen houden. Dat wilde hij ook heel graag. Maar goed, het is nu toch naar buiten gekomen. En het zal er zeker mee te maken hebben dat hij sinds hij minister van Klimaat en Energie is namens D66 het echt extra druk heeft gekregen. Hij heeft onlangs in een interview ook gezegd dat hij soms maar 3 tot 5 uur per nacht slaapt. Een vriend van hem vertelde zelfs in hetzelfde interview dat hij onder de douche koffie drinkt, omdat hij dan lekker op kan schieten en het eigenlijk nutloos vindt om dat koffie te drinken, terwijl hij verder niks doet. Maar goed, jij geeft ook aan, zijn partner werkt ook voor D66. Ja. Je weet hoe druk je partner is en dat kan ook een fase zijn. Is niet gelijk een reden om een relatie te beëindigen. Nee, maar het was over en het kan natuurlijk best zijn dat je leven verandert. Ze waren al een tijd samen, woonden ook samen in Ubbergen, in Gelderland. En ze waren best wel open met wat zij deelden over hun relatie. Ja, en ik denk dat dat ook heel goed is om ze deden het op een hele leuke manier. Waar wel een paar kanttekeningen bij zijn gekomen, ook best wel veel kritiek, is dat zij op een gegeven moment naar Iran op vakantie zijn gegaan met 2 vriendinnen. En ze hebben zich daar op social media voorgedaan als 2 hetero-stelletjes. Omdat ze in Iran, daar werden begin dit jaar nog 2 mannen opgehangen, omdat ze homo zijn. En daar is toen wel veel kritiek op gekomen van je bent homo. Het is natuurlijk verschrikkelijk dat zo'n land er zo mee omgaat, maar je gaat wel op vakantie daarheen en je dan ook nog eens een keer voordoen als hetero-stel. Dus dat werd wat hypocriet. Maar dat laatste lijkt me heel verstandig om je voor te doen als hetero-stel. Als je weet wat de consequenties zijn. Ik kan me voorstellen dat mensen zeggen dat als een land zo natuurlijk zo verschrikkelijk met homoseksueel omgaat, dat je daar natuurlijk ook... Waarom erheen gaan? Ik begrijp dat wel, dat daar kritiek op staat. Daar kan kritiek op zijn, maar je kan ook zeggen van ik wil kennis nemen van de cultuur van dat land. En dat kan alleen maar als ik dat... En anders ben je ook hartstikke beperkt, toch? Met homo's landen waar je niet... Maar het is in ieder geval zo dat dat werd ook wel een beetje duidelijk. Op dit moment vooralsnog niemand in het spel is bij een van beiden. Ik sprak jou net voor de uitzending. Jij kent Rob. En jij had volgens mij nog even contact met hem ook. Hè? Ja, ik had natuurlijk de story gelezen. Dus, en ik wist het nog niet. Dus ik had mijn medeleven betuigd. En hij zei, Sjoerd en ik zijn inderdaad uit elkaar, gelukkig op een hele fijne en vriendschappelijke manier, zonder gedoe. Verder geen behoefte om daar veel over te melden. Nou, dat begrijpen we denk ik allemaal. Wat ik trouwens wil even toevoegen. Leuk dat hij dat gedaan heeft. Maar wat wel heel typerend is aan Sjoerd, is bijvoorbeeld dat onze Edwin Smulders van Story ooit een keer van mij de opdracht kreeg om de eerste foto te maken van hen samen. En hij kwam toen aanrijden, toevallig in het dorp waar ze net de supermarkt uitkwamen, althans Sjoerd. En die zag dat Edwin daar stond. En die is toen binnen nog een bloemetje gaan kopen voor Edwin. Heeft het naar hem toegebracht. Heeft gezegd, je zult wel misschien vaker achter me aan moeten zitten, maar dan heb je alvast een kennismakingsbloemetje. Ja, heel sympathiek. Een hele sympathieke en dus nu weer vrijgezelle man. Toch leuk, dus we blijven. Was het een paardenbloem? Misschien iets te snel. Zometeen.